Van harte welkom allemaal. Want we hebben eigenlijk gewoon een vrolijk moment in deze soms wat barre tijden. Voor de derde keer op rij, het derde jaar op rij, zijn de collega's in de gelegenheid gesteld om te doneren aan een goed doel, aan FNW Mondiaal. En ik ben ontzettend blij dat weer heel veel collega's dat hebben gedaan. En dat is het ook waard. Daar ga jij zo meteen Karin hopelijk meer over vertellen. Want FNW Mondiaal doet prachtige dingen waarvan we eigenlijk zo met alle drukte om ons heen soms te weinig kennis van nemen. Maar we weten dat het gebeurt. En des te mooier dat ook de collega's weer gedacht hebben van wat is er mooier dan rond deze kerst ook weer even aan anderen in verre landen denken die het harder nodig hebben dan wij zelf. En dit jaar worden de donaties gebruikt om de werkenden in Libanon te steunen. Nou, op een hele grote afstand krijgen we daar natuurlijk van alles over mee. Maar nogmaals, het zou fijn zijn als jij daar zo meteen meer over wilt vertellen. Ja, ik denk dat ik er niet lang omheen moet draaien en dat ik gewoon maar eens even die cheque moet pakken. Die heb ik hier bij me. Nou, die wil ik eigenlijk zo aan jou overhandigen. Dus ik gooi hem nu over de schutting heen en ik hoop dat hij dan bij jou in handen terecht komt. Daar komt hij. Hier is hij. Kijk. Ik heb hem binnen. Zal ik hem openmaken? Heel graag. Nou, daar komt hij hoor. Ja, die voert de spanning op. Wauw, het is echt geweldig. Kijk eens. Nou, dat is heel mooi. Ja. Een heel mooi bedrag. Hartelijk dank namens alle collega's en ook namens de mensen in Libanon. Heel erg bedankt. 22.507 euro is gedoneerd door de collega's. Echt heel geweldig. Dank jullie wel. Ja, geweldig dat weer zoveel collega's hebben bijgedragen aan dit doel. En Mondiaal FNV steunt verschillende vakbonden in, namens de FNV in Libanon. En zoals iedereen ik al weet is Libanon sowieso getroffen door politieke instabiliteit. Het heeft heel veel gevolgen voor de werkenden. En daarnaast kwamen toen nog corona en ook de explosie in Beirut. En bij die explosie zijn ook enkele vakbonden echt heel direct geraakt. Kantoren en collega's verloren. En er zijn ook heel veel mensen op straat terechtgekomen. Omdat bijvoorbeeld huishoudelijk medewerkers, appartementen gingen kapot. En mensen zetten hun medewerkers op straat. En deze mensen kwamen ook letterlijk op straat terecht. Wat wij gaan doen met dit geld is, we gaan het goed verdelen over verschillende vakbonden en NGO's die mensen steunen. Nou, het komt in ieder geval goed terecht. En we zullen daar volgend jaar ook weer over terug rapporteren wat er gedaan is met dit geld. Maar in ieder geval weten we dat de collega's al heel erg blij zijn dat aan hen gedacht wordt. En dat we ze steunen, moreel, maar natuurlijk ook financieel dit keer. Dus alvast heel hartelijk bedankt. En als iemand die toch ook wel een beetje liefde voor cijfers heeft, vergeef ik me, zie ik dat om en nabij weer het bedrag is wat we vorig jaar ook bij elkaar hadden. Ja. Dus dat is hartstikke mooi in deze tijden dat het dan toch weer gelukt om zoveel bij elkaar te krijgen. Ja, precies. We weten, de actie staat nog steeds open voor Libanon en momenteel komen ook gewoon de donaties nog steeds binnen. Dus naast deze donaties door collega's door middel van de kerstpakketten, zijn er ook mensen die individueel gestort hebben. En er zijn ook mensen die nu nog via de website ook doneren aan dit goede doel van dit jaar. Zou je, Karin, als dat kan, misschien ook nog iets willen vertellen over wat er met het geld van vorig jaar is gebeurd? Dat ging volgens mij naar Venezuela, vakbondsschool voor een vrouwenhuis. Dat ging naar Venezuela. Nou, dat is ook een land in enorme crisis. En dat werd gegeven aan een organisatie die inderdaad een vrouwenhuis ondersteunt. Waar vrouwen terecht kunnen met specifieke vragen over werk, maar ook over intimidatie bijvoorbeeld. En dat geld is gebruikt voor trainingen en ondersteuning, voor juridische ondersteuning bijvoorbeeld ook. Dus dat is ook heel goed terechtgekomen. En er staat ook een verhaaltje over op de website. Ja. Heel fijn. Dan wens ik je heel veel succes weer met je mooie werk. En alle vertrouwen dat het weer goed terecht komt. En nogmaals dank aan alle FNV-collega's. Hopelijk weer tot volgend jaar. Ja, precies. Dank je wel. Iedereen bedankt en inderdaad tot volgend jaar.